De stembussen zijn dicht, het grote tellen is begonnen. Viel wat te kiezen dan, zult u zich misschien afvragen. Ja, er viel wat te kiezen, maar niet voor de Gelderlanders in de grensstreek. In het Duitse Kleef is een referendum gehouden of het Rijkswald een beschermd natuurgebied moet worden. Belangrijk, want als het antwoord ja is, dan kan de bouw van 11 gigahoge Duitse windmolens pal aan de Nederlandse grens niet doorgaan. En dat zou mensen aan de Gelderse kant van de grens niet slecht uitkomen, want die zijn tegen de bouw. Ik denk dat de gemeente Bergendal, de inwoners van Bergendal, er heel veel belang bij hebben dat de inwoners van de kreis Kleve kiezen voor een natuurpark of voor een beschermd natuurgebied. De positie aan de Nederlandse kant van de grens is duidelijk, maar geen enkele Nederlandse grensbewoner mag vandaag meedoen aan het Duitse referendum. Vandaag beslissen dus eigenlijk de Duitsers over het uitzicht dat wij straks hebben. Blijft het misschien wel zo mooi doordat de geplande windmolens niet gebouwd worden als het Rijkswald beschermd wordt? Tot 12 uur vanmiddag konden de Duitsers hun stem afgeven bij dit kantoor van de Kreis Kleef. We moeten ze hebben. Meine Meinung. Also ich bin ja nicht gegen Windräder, aber ich bin eben gegen Windräder im Reichswald. Die Wahlbeteiligung ist gut. Also fast jeder Zweite hat seine Stimme abgegeben. Das ist ja, wenn man bedenkt, dass der Reichswald nur ein kleines Gebiet des Kreises Kleve ist, ist das eine unglaublich gute Wahlbeteiligung. Insgesamt haben wir über 110.000 abgegebene Wahlbriefe. Hadden uw burgers daar eigenlijk ook niet een zegje in mogen hebben? Ja, eigenlijk wel. Maar dan heb je toch weer de landsgrenzen die bepalen van ja, je mag er van alles van vinden. En je mag er een mening over hebben, maar je mag niet meestemmen. Ja, dat is jammer. Eigenlijk horen wij ook in dit gebied en we hebben de lusten en de lasten. Dus eigenlijk zou je ook ons erbij moeten betrekken van wat vinden jullie daar eigenlijk van? Voorlopig kan er dus niet veel meer gedaan worden dan afwachten. Naar verwachting is zaterdag de uitslag van het referendum bekend. De duimen draaien, zeg maar, de komende dagen. Ja.